Hallo! Hallo en hallo. Welkom, welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, Mossel en Karel. Het is vandaag weer tijd voor Minecraft. Wauw! Abonneer! Hey jongens, welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is inderdaad, zoals ik zeg, al tijd voor Minecraft. We hebben hier snorkel. Oh, maar dit was geen mooi. Voorzichtig! Oh mijn god, dat wist ik niet. Snorkel heeft... Snorkel, jij hebt een ontsnappingsroute gevonden. Oh mijn... Oh nee, dat gaan we niet doen. Wacht eens even, jij snorkel. Het is niet alsof jij hier vrijwillig zit, hè. Het is niet alsof jij hier weg kan. Dat hebben we allemaal gezien. We wilden gewoon al gelijk ontsnappen aan het begin. We gaan beginnen een keer met het land, want ik heb het gemaakt in een aflevering. Maar sinds die aflevering ben ik er niet meer naartoe geweest. Heb ik niet meer naar omgekeken. Wat best wel slecht is. Maar ik kan ook niet goed zien. Wat is er nou klaar? Wat is hier nou klaar? Oprecht. Ben jij klaar? Nee, jij was dus niet klaar. Jij bent wel klaar. Was hij klaar? Nee, hij was ook niet klaar. Jij bent klaar! Ja! Kijk, maar hoe kan je dit nou... Hoe is dit allemaal nog niet klaar? In de... I don't know, man. De sugarcane kan ik wel hakken. Nou, kijk, hebben we allemaal wat sugarcane. Dan kunnen we vast wat boekenkasten gaan maken om onze spulletjes te gaan enchanten. Hoog nodig. En ik moet ook even de beest een beetje mooier maken. Want als ik hier binnenkom, ziet het er echt poep uit. Het moet gewoon een beetje zoals hier moet het eruit zien. Jij moet een beter aquarium krijgen, of wat ik voor je het wil noemen. En ik heb meer kisten nog, want dit kan echt niet. Dit is echt beroerd. Laten we er werk van maken. Oh ja, wacht. We hebben hier nog... Ja, we hebben hier nog allemaal dingen in zitten. Hier, gold, koper, iron, nog meer ijzer, nog meer ijzer. Jongens, we hebben helemaal vol gewoon. We hebben zoveel spulletjes. Koper mag hierbij. Wat kan je met koper? Ik vraag me zo erg af wat je met koper kan. Lightning rod, wat is dat dan? Wauw. Wat kan je hiermee? Is dat voor bliksem? De bliksemafleider of zo, hoe noem je het? Hier, als we ooit bliksem willen. Hier, nou, als wij ooit bliksem een keertje willen. Komt-ie. Boom. Ik heb geen idee wat ik hier aan het doen ben. Wat je ermee kan. Het is een experiment, jongens. Dit. We zijn begonnen met de beesten hier ook een beetje symmetrisch maken. Kijk, jongens, we gaan hier met bedje maken. En dan kunnen de vogels er ook chillen. Kom op, Mossel, Karel. We gaan je bedje verplaatsen. Naar hier. Allebei. Ja, ga maar op het bedje. Ja. Goed zo, nu op het bed. Of de naaste mag ook. Maar net waar je zelf wil staan. Wil je daar? Ga jij maar daar staan. Kijk, je kan nu lekker slapen in een soort holletje. En het is nog niet helemaal klaar. Ik moet de muren nog even doen. Maar Mossel en Karel zijn tevreden. Ik ben tevreden. En dan gaan we nu de rest ook tevreden maken. Zo. Alleen hier ben ik het nog niet mee eens. Dit ziet er raar uit, maar prima. Ja, kijk, zoals dit. Dan heb ik eigenlijk ook wat leuke lantaarntjes nodig. Dus we gaan heel veel ijzer gaan we even misbruiken. Om daar wat lantaarns van mee te maken. Die zijn gewoon mooier. Die zijn gewoon leuker. Hier! Biem! Dan hebben we een leuk verlicht hoekie. Kunnen we langzaam ook af van de toortjes. Die hier zo, hoppakee. Yo! Helemaal top! Dan moeten deze muren nog even aangepast worden. Geen zand. Ah, gelukkig. Hier ook geen zand vallen, geen zand... Nee! Waarom moet er nou zand vallen? Je moet er nog een mooi plafond hebben. Moet ook allemaal gebeuren. Dat moet allemaal gewoon gebeuren, jongens. Oh, er zit daar gewoon echt een gat. Een plafond is in deze stijl best simpel gemaakt. Toen, 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 toen. En dan precies in het midden plaatsen we zo'n blokje met dit en die. Nou, kijk hoe leuk is dat. Hier heb je de ingang. Daar ken je twee dingen aan de bovenkant. Hier een één. Dan hou je het niet symmetrisch, maar wel leuk, vind ik dat. En onze bliksemgeleider werkt nog steeds niet. Dat vind ik wel heel jammer. Hier komt uiteindelijk nog zo'n soortzelfde ruimte. Dat gaan we dan ook fixen. Misschien dan zonder uitbouwen. Deze kan meer gewoon alleen richting de andere kant. Maar dat zien we dan wel, want we moeten nog steeds een betere chest maken. Maar ik ben echt van mening dat dat ding gewoon moet gaan werken nu. Vind je de Minecraft-series trouwens dan leuk? Laat dat zeker even weten door middel van een like achter te laten. Wauw! Een like, wat origineel. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En reageer even wat jij nog meer wil zien in Minecraft, in mijn hardcore-serie. Ik wil namelijk een keer een groot schip maken hier. Ik wil gewoon letterlijk een schip bouwen, meer niet. Deze beesten wil ik niet voor altijd wonen. Dan wil ik uiteindelijk van mijn beest gewoon het schip maken. Hoe leuk zou dat zijn dat ik gewoon van alles en nog wat heb. Want ik wil niet voor eeuwig opgesloten zijn. Kijk, ik moet dit ook nog doen. Niet voor eeuwig opgesloten zijn in deze beest. Daar heb ik echt geen zin in. Mijn meloenen zijn klaar. En volgens mij zijn er ook heel veel farmdingen klaar. Oh. Meloenen. Ja. Ja. Oh, dit hou ik echt van. Ik vind meloenen echt amazing. Oké, en welke zijn er nou wel en niet klaar? Jij bent klaar. Ja, dat, ik kan het zeggen. Dat moest haast wel. Nee, we zijn nou echt, farmers zijn we, jongens. Enig is dat ik overal wheat plaats en gewoon meer niet. Ja, ik heb een beetje meloenen, maar voor de rest bijna niks. Het slapen is wel echt satisfying. Dat is oprecht satisfying. Toch, Karel en Mossel? Hoe is het, snorkel? Bevalt het nog hier? Spraakzaam, spraakzaam. Van alle sugarcane, daar kunnen wij gewoon wat papier van maken. En daar kunnen we eigenlijk al boeken van gaan maken. Want we hebben volgens mij al wat leer. Ja, we hebben al 12 leer. Hier, nu hebben we gewoon 12 boeken. Kijk, zie je dat perfecte eilandje daar? Dan moet ik eigenlijk een stambeeld maken. Van wat? Van wat moet ik een stambeeld maken? Hé, hey, spin! Hallo! Ik heb jouw strings nodig. Heb je strings? Ah, je hebt gewoon geen strings voor me. Ik begin een beetje het probleem te krijgen dat ik te veel bomen hier omhak boven mijn beest. Waardoor, en ik plaats ze niet zo snel terug. Waardoor er eigenlijk geen bomen meer zometeen meer over zijn. Dus ik moet echt even gaan leren
proberen goed op te letten of er zeppelins zijn gedropt om die vervolgens op te pakken en weer opnieuw te planten. Nu vind ik het tijd om aan een schip te beginnen. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon heel veel zin om een schip te bouwen. Dit voelt als een goede plek. Kijk, we beginnen hier. Oké, het lijkt helemaal nog nergens op en hij is eigenlijk ook veel te groot. Althans, dat is mijn planning. En ik weet ook niet of dit wel de goede vorm is voor een schip. Het gaat helemaal goed komen. Schepen maken vind ik is leuk, maar het is wel echt moeilijk. Zeker als je gewoon echt veel te groot wil en veel te, ja, weet ik veel wat, veel te leuk wil gaan doen zoals ik nu doe. Ik weet niet wat ik aan doen ben. Ik probeer veel te leuk te doen. Maar ja, wie weet wordt het oprecht wel leuk in plaats van gewoon stom en werkt het allemaal niet. Alleen ja, mijn pickaxe is stuk. Oh mijn god, heb ik zo geen zin om weer terug te gaan. Als ik de vormen zo zie, klopt het op zich wel. Zo, de vormen zo. Dat is de achterkant, dat is de voorkant. Dan wordt het wat hoger. Misschien dat hij net iets nog hoger moet. Maar, kijk eens zo. En dan komen hier de mast natuurlijk. Op zich kan het wel, hoe het nu is. Nu hebben we de lengte en de hoogte een beetje. Nu moeten we de breedte zien te vinden. En ik ben meestal heel slecht in de breedte, want dan maak ik hem veel te dun. Ik heb een keer eerder een boot gemaakt, ook al een screenshot van laten zien. En het enige probleem was dat hij wat te dun was. Die heb ik overigens in creative gemaakt. Dit is mijn eerste boot in survival. Dus ik ben heel benieuwd. En niet eens survival, gewoon echt hardcore gelijk. Het lukt wel aardig. Het lukt op zich wel aardig. Het is een beetje kutte hier en daar vooral. Met 100 miljoen keer moet je het slopen en moet je het weghalen. Omdat je denkt van ja, de vorm klopt niet. Maar ik denk dat ik nu wel een prima vorm heb. Maar dat weet ik, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik vind het ook heel moeilijk om weer goed te zeggen. Als je het zo ziet. Volgens mij is het wel een prima vorm. En dan wordt hij, hij blijft een beetje hetzelfde natuurlijk. Maar wordt ook wat breder op bepaalde plekken. Aan de achterkant bijvoorbeeld wordt hij een stuk breder dan aan de voorkant. Althans, dat is de planning. En aan de voorkant hoort hij natuurlijk weer minder breed te worden. Laten we deze nu ook hier doen. Maar dan iets hoger weer. En dan natuurlijk hetzelfde aan de andere kant. Nou, dan hebben we bijna erom. Die achterkant, die moet ik ook nog aan de achterkant doen. Dan heb je precies, hebben we het middelpunt. En vanaf daar kunnen we een beetje verder gaan. Dan kan ik hem daar verdunnen en dan kan ik hem daar nog zelfs verdikken. Maar voor nu ben ik moe. En ga ik slapen. En toen waren we er weer. Maar dan een dag later. En ik ben letterlijk op hetzelfde plekje als waar ik uitgelogd ben. En de blokjes liggen er zelfs nog. Dus, hey, dit is helemaal top, jongens. Het wordt wel nacht. Het is heel raar. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Dat ik gewoon, ja, ik was aan het opnemen gisteren natuurlijk dit. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben eigenlijk gewoon moe. Dus toen ging ik gewoon naar bed. En ik neem morgen de rest wel gewoon op. Dus nu is het morgen en nu is de rest. En voor jullie is het allemaal gewoon in een split second gebeurd. Hey, Mossel. Hey, Karel. Goeie vogeltjes. Hoe is het met jullie? Oké, nou, we hebben wat meer hout nodig voor ons schip daar. Kijk, het begint er al leuk uit te zien, jongens. Het begint er echt al leuk uit te zien. Maar we hebben iets meer hout nodig. Nou, we hebben hout geconfiskeerd, hoe je het wil noemen. Best wel wat, anderhalve stack op zich. Want we hoeven alleen maar de basispilaren met logs te maken. En daarna kunnen we de rest kunnen we gewoon bouwen met normaal hout. En met stairs en slabs en bla bla bla. Maar eerst moeten we dit even doen. En ik ben heel benieuwd hoe de vorm eindigt. Oké, dat is gedaan. Deze heb ik iets hoog gemaakt. Ik heb in plaats van 2 hier heb ik 3, zeg maar, gedaan. Want kijk, daar heb je 2 en 2 en dan hier 3. Ja, dat is ook wel nodig. Dat was ook wel nodig dat die wat hoger zat. Zie je, want dan kunnen we langzaam gaan werken ook aan de breedte van de achterkant, dat die wat breder moet zijn. Maar ik denk dat ik eerst de voorkant doe. Dat ik nog een paar pilaren aan de voorkant doe die hem wat slanker maken. Misschien 1 of 2, want de rest moet wel gewoon van normaal hout zijn. Het is oprecht een challenge, vind ik, voor mezelf om zo'n schip te bouwen in survival. Het is echt iets wat ik nooit doe normaal. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik zat er ook eens een keer aan te denken om binnenkort ooit, wellicht een keer als de serie echt verder is, nog een keer dit live te doen. De hardcore files. Zodat ik gewoon een keertje live ga. Eerst kijken we even naar de vorm van het schip. Ja, kijk, dat begint al nice te worden. Ik zit even te denken. Die moet misschien nog eentje hoger, die voorste. Want dan moet het een beetje in een punt lopen natuurlijk. En wellicht dat uiteindelijk de achterkant ook groter moet. Hallo? Hey! Kom je ook even kijken naar mijn schip? Hij begint al ergens op te lijken, hè? Ja, ik denk dat ik de breedte hierachter wel goed heb. Misschien is hij iets te breed. Nee. Dat is juist lijp. Die achterkant, hij moet zo'n grote reet moeten hebben, weet je? Dus dat is denk ik wel lijp. Het wordt alweer nacht gewoon. Het is weet je hoeveel hakken en weghalen telkens is. Telkens fout doen en dan denk je, ja, hij moet toch wat anders. Maar ik weet ook niet waarom ik een schip bouw. Er is nog zoveel te doen naar survival gewoon. Dat ik zoveel, ja, ik moet nog zoveel doen überhaupt naar de Nether. Ik moet nog naar de End. Ik moet nog zoveel dingen doen die eigenlijk standaard zijn om in een survival te doen. En wat doe ik? Ik bouw een schip. Ik ook heel graag dat het een keer gaat bliksemen. Ik wil het zien. Ik wil zien hoe ik het weer kan besturen. Hoe ik een of andere tor ben of zo. Hé, er staat een creeper. Hallo. Wil jij mijn eerste... Hij wordt mijn eerste piraat, jongens. Ik heb mijn eerste piraat heb ik al naar binnen. Dat is de creeper. We noemen hem Ranja. We noemen hem Ranja. Ik weet niet waarom ik denk aan fucking Ranja, maar we noemen hem Ranja. Je mag mijn hout is alweer bijna op. Dat is zo vervelend, hè. Dat is het enige rotte aan survival is dat je hout telkens opraakt. Dan ben ik gewoon shit aan het bouwen en dan moet ik gewoon weer... Dan moet ik gewoon weer... Ik kan ook daarheen. En dan moet ik weer hout hakken, want mijn bos hier begint bijna op te raken. Dus misschien is het handig dat ik een keer naar een ander bos gaan. Dan gewoon 3 exen meenemen. En dan gewoon van alles gaan hakken. Dat ik gewoon veel te veel hout heb. Dus dat is ook eigenlijk letterlijk wat we gaan doen. Ik dacht van, weet je wat, ik heb nog maar 9 blokjes. Ik heb...
Ik heb nog wat meer nodig. En dus daarom zijn we gelijk gaan hakken. Hallo, tot ziens. Nou, ik denk dat we inmiddels al genoeg hebben. Ik heb ook 37 saplings heb ik opgepakt. Maar ik heb ook 1, 2, 3, 4,5. Iets meer dan 4,5 heb ik. En mijn ex is bijna stuk. Dus ik ga terug. En ik heb ook geen zin om nog langer te hakken, want dat is gewoon saai. Hoe is het met mijn beesties? Ik heb jullie al een tijdje niet bezocht. Alles goed, jongens? Hoe bevalt het hier in jullie grotten en jullie nieuwe land? Veel beter dan dat kleine stukje, hè? Ja. Ze maken zo een raar geluid. Het lijkt alleen nog niet echt op een boot vanaf hier. Nee, op zich van deze kant lijkt het dan wel weer op een boot. Het is net hoe je het bekijkt. Het is een hele constructie geworden, jongens. Ik vind het wel leuk. Even kijken. Al de steentjes ophalen we mee, ik bouw. Anders kan ik natuurlijk niet blokken plaatsen op andere plekken waar ik niet bij kom. En geen steen in de oceaan. Dat is niet goed voor de vissen. Het wordt gewoon alweer nacht. Ik ben de hele tijd bezig en denk van, nou, weet je, ik kan wel even doorgaan nu. En dan wordt het gewoon alweer nacht. Wat is dit voor onzin? Dan moet ik gewoon weer slapen. Anders krijg je van die vervelende rotbeesten de hele tijd je bouwritme of zo verstoren. Kijk, het begint al langzaam de vorm te krijgen nu. Ik heb de achterkant een beetje gedaan. De achterkant zitten veel loks in, maar dat was een beetje om de vorm voor mezelf te krijgen. Zodat ik dan nu het puntje zo kan maken. Ja, het begint er oprecht goed uit te zien. Het begint er oprecht beter uit te zien dan dat ik daadwerkelijk had verwacht. Ik denk, nou, in survival gaat het nooit lukken. Maar nee, alles kan, jongens. Alles kan. Hallo, Mossel, Karel. Welkom. Dus kijk me ook echt aan. Kijken of het met snorkel goed gaat. Wow, snorkeltje. Lekker bezig. Nou, we komen er langzaam nu, jongens. Het schiet nu al op. Kijk, als je het zo ziet als dit, weet je, dan heeft het ook echt die... Dat vormpje, weet je? Dat het daar wat breder is, hier wat minder breed. En hoe dichter je bij de punt komt, hoe nog minder breed het wordt. Ik heb alleen moeite met de punt, denk ik. Althans, ik ga nu beginnen met de punt. En ik denk dat ik moeite ga krijgen met de punt. Maar ik weet het niet zeker. Ik denk dat die zo kan. Moet ik even kijken. Vanaf hier zo zit. Kijk, volgens mij kan die punt wel zoals dit, toch? Volgens mij ziet dit er niet weird uit. I don't know. Punten zijn het moeilijkste van schepen. Hij is klaar. Het schip is helemaal af. Nee, hij is niet helemaal af, maar ik heb wel denk ik de vorm heb ik helemaal gedaan. En ik gok dat ik hem wel goed heb gedaan. Althans, ik gok. Ik weet het ook niet zeker. Ik ben geen expert schepenbouwer. Het is oprecht de tweede keer in mijn leven dat ik een schip bouw. Of de derde keer. Nee, ik heb twee keer in mijn leven een schip gebouwd. Twee keer in creative. Dit is de eerste keer survival. En ik denk dat het wel een leuke vorm heeft, toch? Als je het zo ziet. Ja, op zich. Ja, het is geen lelijke vorm. Misschien had het puntje nog net iets hoger gemogen. En de achterkant iets steiler omhoog. Dat het hier wat iets meer... Zo ging. Iets blokkeren. Maar dat kan nog, hè, jongens. Dat kan nog. Dit is alleen maar de main vorm die we hebben gemaakt. Kunnen we even een rondje eromheen maken als we er zo omheen varen? Klopt het allemaal wel voor ons gevoel? Zo. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat die van voren... Ik denk dat de punt wel goed gelukt is. Zo. Zo ziet, weet je, zo'n dunne lange punt. Even de blokjes oppakken. Oké, dan gaan we nog één lijn met spruce erheen doen. Met dezelfde loks. En daarna wil ik het opvullen met hout en zo. Maar dan wel mooi. Is dus niet gewoon hout erop. Oh nee, mijn hout is op. Ik ga het waarschijnlijk of net aan wel redden. Of ik ga het net aan redden. Ja, ik red het gewoon net aan. Oh mijn god, ik heb het gered met 4 hout over. Oké, dat vind ik wel leuk. Maar ik heb alleen nog niet gecheckt of het er mooi uitziet, die nieuwe lijn. Wat gaan we nu doen? Ja, kijk, dat hoort erbij. Dat maakt hem wel helemaal gewoon wat, ja, wat stabieler, weet je. Zo aan de voorkant. Kijk, die lijn, daar komt allemaal hout natuurlijk bij. Maar ik wil dat niet precies in het midden hebben. Ik wil hem laag hebben. Want dan kan je gaten maken voor kanonnen en weet ik veel wat. Maar dat je toch een soort extra stevigheidslijn hebt. Dat is toch leuk. Dat is leuk. Kijk, je zou in theorie zouden nog één kunnen doen. Letterlijk alleen die. En die precies door het midden laten lopen of zo. Maar nee, ik denk dat ik dat niet ga doen. Ik weet eigenlijk al zeker. Wat? Hey! Oh, hey! Ik kom terug. Nee! Kom hier! Je bent van mij! We hebben er nog geen. Hoe viel me hem nog niet op? Oh. We hebben een vriendje voor snorkel. Ik zag hem niet eens. Waarschijnlijk was hij er al een tijdje, maar had ik hem gewoon nog niet eens gezien. Oh mijn god, en hij was geel. Hij is geel. Snorkel, ik heb een nieuwe vriend voor je. Flipper. Ja, wat leuk. Snorkel, Flipper, mijn nieuwe matties. Oh, wat amazing. We hebben er nog en hij is geel. Oh, die gele is ook echt mooi. Gewoon net zoals jij, Snorkel. Ja, Flipper. Snorkel en Flipper. Wat is dit leuk. Dit zijn leuke namen voor ze. Jongens, ik ben blij met jullie. Moet ik trouwens een stukje land voor ze maken? Is dat een ding? Ik las daar een comment over dat iemand dat zei. Is dat serieus nodig dat je een stukje land voor ze bij maakt omdat het niet alleen waterdieren zijn? Of kunnen ze prima alleen doen in het water? Laat het even weten in de reacties. Oké, jongens, ik denk dat we voor vandaag wel klaar zijn. We doen even de farm nog. Kijk, het schip is ook wel op een leuke plek. Niet te dicht bij de base gewoon. Uiteindelijk wil ik namelijk al mijn kisten ook naar de boot brengen. Dat gewoon eigenlijk mijn base, mijn home is gewoon dan het schip. Dat is het plan. Hoe leuk is dat je een hardcore survival serie hebt en dat je je base kan laten zien. Dus kijk, het is het schip. En dan zou dat bewaren we natuurlijk. Misschien breiden we het nog een keertje uit in de tussentijd, dat we daar even een chestroom hebben. Want het duurt nog wel voordat we deze af hebben. Want je zou zeggen, wow, dat heb je snel gedaan. Maar nu komt de rest nog. Kijk, en dat is zoveel werk. Alles opvullen. Nou, dan heb je de romp een beetje af. Als dat klaar is, dan moeten die mega palen masten er nog op met vlaggen. En de vlag in survival, want dat gaat zo'n poepwerk worden. Je wil van die touwen wil je hebben met vensters. Zo licht moet er nog op. Ik zeg ook heel leuk vlaggen, maar ik bedoel eigenlijk gewoon, ja, zeilen, masten, hoe je het wil noemen. Het gaat echt nog meer werk worden dan je denkt. Misschien
tegen die tijd dat jij dit kijkt, is er al een episode online dat die helemaal af is. Omdat jij dit pas een maand kijkt nadat dit online kwam. Wie weet. Dan maken we nog even wat brood. Ik heb hier alle zaadjes gedaan. En wat spruce saplings en bessen of zo, weet ik veel wat. We hebben inmiddels ook al een stek meloenen. Dus dat stopt. Dus de sugarcane is ook al helemaal gegroeid. Die gaan we halen. Volgende episode wel weg. Ja, ik vind het leuk, jongens. Ik vind het leuk. Laat weten als jij wil dat ik volgende episode weer aan de schip ga werken. Of dat je zegt, nee, ik wil dat je volgende episode op pad gaat. Want ik wist het een beetje af. Ik wil niet consistent alleen maar aan het schip werken. Tenzij jullie willen dat ik het gewoon snel afbouw. Dat kan natuurlijk ook. Ik had hem misschien iets dieper in het water mogen doen. Nou, hij zit op zich wel diep genoeg. Hij zit op zich wel diep genoeg in het water. Dus laat het zeker even weten wat je wilt. Ik doe het wel. Komt vast wel goed. Hoop dat ik niet dood ga, want dan ben ik mijn schip kwijt. Dat zou zonde zijn. Dat zou gewoon heel zonde zijn. En dan gaan we nu afscheid nemen van onze diertjes. Ooit komt er trouwens bliksem. Ben jij geïnteresseerd in een, wat is het? Bliksemafleider of zo? Mossel Karel, dankjewel. Snorkel, Flipper. Als kijk hem aan. Dank jullie wel. En jullie ook bedankt. Enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Laat dan zeker even een duimpje achter. Ik vond het in ieder geval wel heel leuk. Abonneer je zeker even als je het niet gedaan hebt. Het is, we zitten lekker dicht bij de 120.000 abonnees. Dus wie weet halen we dat binnenkort. Dankjewel voor het kijken. Spreek later, glaasje water. Telt het 4 flesje bier. Doei.